Welkom, u en jij die met ons meeviert in deze viering op deze tweede zondag van de Advent. We horen een oud lied, Rorate, Daud hemelen en het zal gerechtigheid regenen. Ik hoop dat het een flinke bui zal worden. Bidden wij tot God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen bij u, goede God, met al wat in ons hart omgaat. Met de oorverdovende stilte in onze huizen, met onze eenzaamheid, met ons verlangen naar mensen om ons heen, met ons ongeduld. Heer, ontferm u. Wij bidden om uw aanwezigheid, om troost en een goed woord door de telefoon, in app of mail, of zomaar van een onbekende die we op straat tegenkomen. Heer, ontferm u. Wij bidden u om een open oog en een luisterend hart, dat wij de lichtpuntjes zien die er zeker zijn. Raakt u ons aan met uw liefde en uw licht. Amen. Troost u, mijn volk, spreekt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem en roept het toe dat zijn diensttijd voorbij is, dat zijn schuld is voldaan, dat uit de hand van Jahwe ontvangen heeft een dubbele straf voor al zijn zonden. Hoort, iemand roept: bereid Jahwe een weg in de woestijn, in het dorre land een rechte baan voor onze God. Elk dal moet worden opgehoogd en elke berg en heuvel afgegraven. Oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en ruige gronden vrijgelegd. Jahwe's glorie zal zich openbaren en alle mensen zullen er getuigen van zijn. Voorwaar, Jahwe heeft gesproken. Klim op een hoge berg met uw boodschap van vreugde, gij Sion. Verhef met kracht uw stem, gij Jeruzalem, bode van vreugde. Verhef ze en wees niet bevreesd. Zeg tot de steden van Juda: hier is uw God. Hier is de Heer, Jahwe, komend in kracht. De heerschappij, hij in zijn hand. Zie, zijn loon draagt hij mee en zijn zegeteken gaat voor hem uit. Als herder zal hij zijn kudde weiden, lammeren sluit hij in zijn armen en draagt ze aan zijn borst. De moederschapen leidt hij voort.
Het oude adventslied Rorate is vandaag weer heel actueel. Wie om zich heen kijkt, ziet de natuur in een steeds hoger tempo verarmen. Water vervuilt, de temperatuur stijgt, het ijs smelt. En weet u, ik heb dit najaar nog niet één spinnenweb gezien. Er dreigt honger in veel gebieden. En van honger komt oorlog en vluchtende mensen. Eén virus ontwricht wereldwijd de samenlevingen. Een virus dat normaal en zonder schade in dieren zou leven. Ook dit virus is onderdeel van de natuur. De middeleeuwse dichter van het Rorate zou de schuld direct bij zichzelf zoeken en deze hele pandemie met alles wat daarbij hoort als straf en toren van God zien. Straf, schuld, dat woord nemen we nog maar moeilijk in de mond. Laten we het dan met andere woorden zeggen. Alle mensen samen hebben de schade op onze planeet veroorzaakt. We leven ten koste van de natuur, zonder te beseffen dat wij mensen een onderdeel van die grootse natuur zijn en ieder van ons deel uitmaakt van dat planeetbrede evenwicht. De wouden en de velden zijn het kleed van de aarde, haar mantel. En zoals we een medemens zijn mantel niet mogen ontnemen, zo mogen wij ook de aarde haar kleed niet ontnemen. De walvissen en de garnalen, de leeuwen en de varkens, de slakken en de spinnen, de bijen en de vogels, het zijn allemaal onze broers en zussen. De meeste woestijnen horen er niet te zijn. De dorheid en uitputting worden door mensen veroorzaakt. De grote woestijnen, maar ook onze tegeltuinen, onze goed aangeharkte borders, onze bladvrije tuinen, onze weilanden zonder bloemen. Eigenlijk zijn het woestijnen. Maar nu, in deze adventstijd, waarin een virus ons een spiegel voorhoudt. Gelukkig is er nu een vaccin in zicht. Maar wordt het vaccineren virus weg en dan door? Of komt er werkelijk een verandering? Maken jij, u en ik het verschil? En kan de schrift ons daarbij helpen? Wij horen vandaag: troost u, hier is uw God. Waar we zo over God horen spreken, gaat het over verandering, een nieuwe weg en de belofte naar een goed leven. Waar de schrift zo spreekt, gaat het altijd over gerechtigheid en barmhartigheid. In een vorige viering vroeg een van ons om hulp. Wie helpt mij al dat plastic weg te krijgen? Plastic is overal om ons heen en zit bijna overal in. Het is een symbool van hebzucht en nonchalance. Hoeveel van dit plastic heb je nu eigenlijk echt nodig? Er is heel veel van plastic gemaakt, want het is goedkoop en dus kun je het ook weggooien als het je verveelt.
maar plastic is een aardolieproduct. En aardolie winnen is vervuilend. En wanneer we plastic maken, komt er koolstof in de lucht. Als we het weggooien, verstikt en vergiftigt het leven op aarde. En daarvan zijn we allemaal, en vooral en als eerste, de allerarmsten en de arme gebieden, de dupe. Is dat rechtvaardig ten opzichte van planten, dieren en mensen? In andere producten zit soja en palmolie. Onze veestapel leeft van soja. Hele regenwouden, het kleed van de aarde, worden daarvoor gekapt. De hele planeet is de dupe. Uiteindelijk komt er woestijn en dus ook honger van. We kunnen het verschil maken in deze quarantainetijd, waarin we in een sociale woestijn leven, met weinig contacten en pleziertjes. Ieder kan voor zijn eigen leven een goed plan uitdenken, voor je omgang met de natuur en het gebruik of het juist niet gebruiken van producten, voor onze sociale omgang met mensen. Wij kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan de weg uit de woestijn, aan nieuwe bloei en gerechtigheid laten regenen. Jouw en mijn en vele druppels maken samen die regenbui. Troost u, troost u. We denken niet meer zoals een middeleeuwer. Maar blijft staan, Gods hand, zijn kracht leidt ons. En wij zijn zijn grondpersoneel. De prediking van Johannes de Doper. Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u een weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte. Hij preekte een doopsel van bekering tot vergeving van zonden. Heel de landstreek van Judea,
En alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij predikte: "Na mij komt iemand die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest." Vanuit de woestijn klinkt een geluid van hoop. Johannes kent de woestijn als geen ander. Hij weet daar te overleven. En van daaruit roept en preekt hij en weet hij de mensen te bekeren en te veranderen. En dat is dan nog maar het begin. Jezus, vele malen sterker, zal je dopen met de Heilige Geest, zegt hij. De Heilige Geest, Gods kracht, Scheppergeest, liefde en barmhartigheid. Jezus zal ons in woord en daad, als een voorbeeld, de weg wijzen naar een rechtvaardige wereld, naar een gezonde planeet waar voor alle levende wezens ruimte is. Een leven in evenwicht en met respect voor elkaar. Mag ik u uitnodigen om te bidden? Voor al het leven op deze aarde. Dat wij mensen het behoeden en bewaren. Dat we het leren om eerbiedig om te gaan met onze planeet. Mogen het ons mensen, wetenschappers, ondernemers, regeringsleiders en gewone burgers gegeven zijn de handen ineen te slaan om het leven op aarde te bewaren. Om onbaatzuchtigheid en wil tot samenwerken. Wij bidden u om geduld en wijsheid in deze tijd. Voor jong en oud, nu er zicht is op redding uit deze pandemie. Voor regeringsleiders en beleidsmakers, om wijsheid en doorzettingsvermogen. Voor wetenschappers, dank u voor al die mensen die hun uiterste best voor ons deden. En bidden wij een moment in stilte. Bidden wij voor de familie Heizelaar, voor Chris Heizelaar, die gestorven is. Bidden wij voor onze zieken. En bidden we met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Adelaars zorgen heel goed voor hun jongen. Als zij leren vliegen en af en toe tuimelen, vangt vader of moeder hen op en brengt hen in hun sterke vleugels terug op het nest. Zo
is ook God. Hij gaat met ons mee, geduldig en barmhartig, en zegent ons, Vader, Zoon en Heilige Geest.